Hoi, welkom bij weer een vlog. Deze vlog gaat over afvallen. Hoe moet je het aanpakken? Als eerste moet je wat gaan veranderen. Want afvallen is niet alleen minder gaan eten. Of een paar stukjes komkommer, stukjes tomaat met slablaadjes eten. Afvallen is echt gewoon je manier van leven veranderen. Je moet heel anders gaan leven. En dat is niet makkelijk. Dat is echt heel moeilijk. Daarom is het heel erg belangrijk dat je een doel gaat stellen. Ga voor de spiegel staan en kijk naar jezelf. En vraag jezelf af van wat je wil. Vraag aan jezelf van wat je wil bereiken. Kijk gewoon goed naar jezelf. Waarom wil je afvallen? Is het voor je gezondheid of is het gewoon omdat iedereen om je heen maatje 38 heeft of zo. Want dat kan ook. Je moet jezelf gewoon bewust worden van waarom je het wil en waarvoor je denkt dat, en waarom je denkt dat het goed voor je is. Want het is altijd goed om iets aan jezelf te proberen te veranderen. Iets waar je niet tevreden over bent, moet je gewoon voor vechten. Moet je gewoon knokken om het anders te gaan doen. Je moet dus stap voor stap beginnen. Je begint door naar jezelf te kijken. Je stelt een doel. Maar wat dat doel betreft, stel niet een hoog doel. Stel niet een te hoog doel. Want heel vaak zie je dat mensen een te hoog doel stellen en dat ze het niet kunnen halen. Gewoon omdat het gewoon veel te hoog is. En dan zie je dan vaak dat als mensen zien dat ze een week bijvoorbeeld 2 kilo afgevallen zijn en de volgende week misschien maar 0,5 kilo, dat mensen dan gedemotiveerd raken, weet je wel. Dus om te voorkomen dat je gedemotiveerd raakt, is het heel belangrijk dat je gewoon jezelf niet te hoge doelen gaat stellen. Doe bijvoorbeeld zo. Stel bijvoorbeeld een doel van ik wil 5 kilo afvallen. Zeg niet tegen jezelf van in hoeveel tijd je het wil afvallen. Zeg gewoon je wil 5 kilo afvallen. Want als je tegen jezelf gaat zeggen van ik wil in 1 maand of ik wil in 1 week zoveel kilo afvallen. Dan ga je stressen. Want dan ga je echt ernaartoe werken. Dan ga je echt een soort van gek worden van je weegschaal. En dan ga je iedere dag op je weegstaal staan. En dan ga je zeggen van oh gut, ik bereik mijn doel niet. Want dan ga je denken van oh, ik ben vandaag bijvoorbeeld 3 kilo afvallen. Maar dan ga je morgen op de weegschaal staan. En dan zie je dat je er misschien weer eentje bij bent gekomen. Dan raak je helemaal in de waarde. Word je gewoon gek. En dan raak je in de stress. Dus zeg niet tegen jezelf van ik wil binnen een maand 5 kilo afvallen. Zeg gewoon ik wil 5 kilo afvallen. En dan zie je wel, het maakt niet uit. Ook al is het dat je die 5 kilo in 3 maanden bent afgevallen. Zeg gewoon je wil 5 kilo afvallen en neem gewoon de tijd en ga gewoon op je gemak gewoon eraan werken. Ga niet stressen, want stress in combinatie met doelen die je hebt gesteld, dat werkt niet. Dan ga je je doelen niet bereiken. Dus gewoon niet doen. Dus stel jezelf een doel, je wil 5 kilo afvallen. Maar hoe gaat je dat lukken? Je kan zeggen van oké, ik ga gewoon minder eten. Maar vaak is het zo dat het dan niet lukt of zo. Je moet gewoon stap voor stap gaan beginnen. Dus zeg tegen jezelf van oké, ik wil 5 kilo afvallen en ik ga beginnen, want ik wil mijn lifestyle veranderen. Dus dan ga ik beginnen om mezelf aan te leren om iedere dag 2 liter water te drinken. Dan ga je jezelf aanleren dat, totdat je eraan gewend bent. Is het echt een gewoonte? Het past gewoon in je lifestyle. Je drinkt gewoon elke dag 2 liter water. Dat hoort bij je. Je staat 's morgens op. Je begint met een glaasje water. Voordat je gaat eten drink je een glaasje water. Na het eten drink je ook een glaasje water. En zo ga je jezelf aanleren om die 2 liter water gewoon te drinken. Dat het echt gewoon bij je leven past. Je drinkt gewoon elke dag gewoon 2 liter water. Klaar. Daartussen kan je ook nog andere dingen drinken. Thee of zo. Maar het is gewoon
iets dat gewoon je jezelf hebt aangeleerd. Net als hoe je elke dag je tanden poetst. Zeg maar, je poetst 2 keer per dag je tanden. Nou, ik poets 2 keer per dag mijn tanden. Ik drink elke dag 2 liter water. Dat leer je jezelf aan. En op een bepaalde tijd zie je dat je gewend bent. Het is heel normaal. Het past gewoon in je levenspatroon. Je drinkt gewoon 2 liter water. Dan heb je al een stap. Dan ben je al vooruit. Dat heb je al. Dat heb je al bereikt. Dus begin daarmee. Als je plannen hebt om af te vallen, begin jezelf eerst aan te leren om elke dag 2 liter water te drinken. Dat was de vlog van vandaag. De volgende vlog ga ik verder hiermee, want we gaan samen eraan werken. En we gaan samen die kilo's kwijtraken. We gaan samen afvallen. Dus de volgende keer gaan we met de volgende stap beginnen. Dat was het voor deze keer. Tot de volgende vlog. Ciao.